Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. En het is vandaag donderdag. En ik ben weer aan het werk vanuit de keuken, de Konkeuken. Het is vandaag super mooi, het is echt 26 graden, maar ik zit hier nog wel binnen aan het werk. En ik hoop dat ik nog wel vanavond even naar buiten kan. Of dat wil ik nog wel eventjes. En ik ga misschien naar PJ's. Maar ik ga even jullie gaan. En het is zo mooi weer. Ik zal even laten zien, het is gewoon helemaal blauw. Kijk hoe lekker dat eruit ziet. Maar ik moet werken en ik kan niet naar buiten. Of ze, ja, ik kan wel een rondje lopen, maar dan wil ik gewoon niet meer naar binnen, denk ik. Dus dat is jammer dat ik niet naar buiten. Ja, ik kan wel naar buiten, maar dan wil ik gewoon niet meer naar binnen. Dus ik blijf wel gewoon lekker binnen. En dan vanavond misschien PJ's. Moet even kijken. Ik heb wel zin op zich, maar ook weer niet. Ook weer wel, ook weer niet, ik weet niet. Ik wacht nog heel even af wie er precies gaat. En op basis daarvan maak ik mijn keuze, denk ik. Het is vandaag wel trouwens een productieve dag. Best wel. Ik had wat dingen op mijn to-do-lijst staan die best wel belangrijk waren, vond ik. En die, nou, dingen die ik gewoon vandaag af wilde hebben. En dan ben ik bijna met klaar. Het is all of here, dus dat is chill. Dus ik ga nog eventjes keihard werken. En dan ligt het mij van de ene kant van mijn gezicht. Deze kant lichter dan die kant. Of is het gewoon licht? Ik weet het. Maar in ieder geval, ik ga nog even aan het werk en dan ben ik klaar weer voor vandaag. Het is al einde van de dag en ik loop lekker buiten. Het is nog 24 graden. Dus ik loop gewoon in een mouwtje. Het is echt best wel warm. Ik had zeg maar ook gevoel op de punt. Ik ga even zo oversteken. Maar ik dacht, ik ga even buiten lekker wandelen. Want het is mooi weer. En het is gewoon dat ik de hele dag binnen heb gezeten. Maar ik kan niet echt anders met. Mijn werk. Dus ik dacht, ik ga even buiten lopen. En ik ga vanavond, denk ik, niet naar PJ's. Ik heb gewoon niet zoveel zin. En ik krijg gewoon niet echt duidelijkheid wie er nou precies gaan. Dus. Ik blijf lekker hier en dan ga ik gewoon lekker een rondje lopen naar de gym. Vanavond heb ik ook wel zin in. Dus dat is ook chill. Dus ik ben nu even lekker aan het lopen. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik ben ook klaar met werken. En het was niet per se warm, maar wel mooi weer. Dus ik weet niet of je het ziet. Wacht. Ik weet niet, als ik hier klik. Zie je? Het is mooi weer. Dus laat ik eens buiten lekker gaan rennen. En gisteren was er een park gelopen. Waar je vanwaar je ook, zeg maar, kijk, je ziet hier de. Hij staat cherry blossom op ieder geval. Mooi roze pompjes. Hij ziet ook het Washington Monument, zie ik. Zal het zo even laten zien. En daar het vliegtuig. Ik denk dat het zit. En ik dacht, nou, ik ga even gaan rennen. Het is mooi en het is rustig. Dus dat is joh. En het is echt een mooi uitzicht, vind ik, op het Washington Monument. Dat zit in het midden van de zee. Dus wel echt een leuke plek om te hardlopen. Ik zal het laten zien. Kijk, daar kom je in het park binnen. Dan heb je hier allemaal sportvelden. En dan zie je daar in de verte hier zo het Washington Monument. Toen ik gisteren zag al gelopen en ik dacht, laat ik daar nu even lekker gaan hardlopen. Een stukje en dan weer terug. Ik heb wel. Kijk. Nou, ik ga met het vliegveld. Ronald Reagan. Het zit achter mijn gebouw, maar je hoort dus letterlijk. Als ik zeg maar in mijn kamer zit, word ik het vliegtuig niet. Maar het is wel koud, dus ik heb een lange mouw shirt aan, met mezen erop. Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet aangehad, dat ik gekregen. Maar het is wel chill nu, maar ik heb het wel koud, dus ik ga weer telefoon meegekregen en even weer gaan rennen. Dan krijg ik het weer warm, als ik nog mooi uitzicht heb.
Zal ik het nog even laten zien? Het is vandaag zaterdag en het is alweer einde van de dag. En ik ben vandaag naar de kapper geweest. En ja, ik heb net mijn haar zelf nog een keer gewassen. Want ik wilde, zeg maar, met mijn haarwasschema. Ik laat het mijn haar wassen op maandag, want dan werk ik thuis. En dan dinsdag, woensdag niet, want dan werk ik op kantoor. En dan donderdag, want dan werk ik thuis. En zaterdag ben ik vrij. En op zaterdag wil ik altijd een haarmasker doen. Dus dat heb ik net nog even ingedaan. Maar ik heb highlights gedaan. Je ziet het nu niet heel goed, maar het is wel echt mooi geworden. Je ziet het hier wel een beetje. En ze heeft door elke... Kijk. Ja, je ziet het nu niet, maar het is gewoon nog te nat. Maar ik ben er wel blij mee. Het was wel echt een rip uit mijn lijf. Maar ik, elke keer dat ik in de spiegel keek, ergerde ik me echt dood aan mijn haar. Dus nu zie je het nog niet echt. Maar straks, ik denk of morgen als het droog is, zie je het wel. Het is wel echt ziek blond geworden. Want op de terugweg... Toen ik terugliep, was het al een beetje aan het opdrogen. Toen zag ik al dat het best wel blond was geworden. Ja. Maar nu zie je het niet, omdat ik een haarmasker even net nog gedoucht heb. Mijn haarmasker gedaan. En van die leave-in conditioner. Dus dat zit nu in mijn haar. Dus ja. Ik hoop dat jullie morgen zien. Ik ben er wel blij mee. Het was wel duur, maar het was wel waard. Want ik ergde me echt dood in mijn haar. Kijk, je ziet deze blikjes. Dat het is. Goedemiddag, het is vandaag zondag en het is een hele bijzondere dag. Ik heb net de was gedaan, even gechilled en ik ga zo met een vriendinnetje naar het Renwick Gallery. Dus daar heb ik zin in, ben ik klaar voor om te gaan. En kijk, dit is het resultaat van mijn haar, ben ik blij mee. Maar het overtreft mijn eigen kapper niet. Dus ik ben blij als ik weer naar haar toe kan, maar ik ben wel even blij dat het een upgrade heeft gekregen. Ik erger me nu niet meer, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu gewoon wel weer... Als ik nu in de spiegel kijk, denk ik, ja, het ziet er prima uit. Dit is... Ja. Maar nee, dit is een mies en bijzonder. Het is wel mooi weer. Ik zal even laten weer laten... Kijk, de zon schijnt. En het is in mijn kamer gewoon warm. Oh, even het zon. Het is nu, even kijken hoeveel graad het is. 74, dus dat is... 22 graden ongeveer. Dus dat is best wel warm. En de zon schijnt echt vol op mijn kamer. Dus het voelt denk ik warmer dan het echt is. Het is alweer het einde van de dag. En ik heb net gesport. Ik ben natuurlijk naar de sportschool geweest. Een hele bijzondere workout. Even snellen. Want ik vind deze sportschool niet heel chill. Gewoon niet heel erg gebruikt. En nu ga ik douchen. En dan ga ik gewoon even een filmpje kijken. En dan slapen. Het is al... 8:45 volgens mij. Dus voordat ik klaar ben, is het alweer bedtijd, vind ik. Dus fijne dag. Slaap lekker. Goedemiddag, het is vandaag maandag. En ik ben de hele dag thuis aan het werk. Ik zie mijn haar nou trouwens nu wel beter, mijn highlight. Maar ik ben thuis aan het werk de hele dag. En ik heb vanavond geen hockey, want het gaat regenen. Dus de voorspelling, maar dat zat me al vandaag of dat zo is. Maar ik vind het niet heel erg of zo. Dit keer even rust. Maar ik ga wel vanavond sporten. Ik ga vanavond, ik denk eventjes naar... Dus ik ben echt mega verkouden aan het worden weer. Echt top. Om de paar weken ben ik verkouden. Maar ik ga even naar een van die parken waar ik van de week ook was. Want daar heb je dus ook sportvelden. En dan wil ik even een paar oefeningen, renoefeningen doen. Dus ik ga daar naartoe lopen of hardlopen, even kijken hoe mijn benen voelen. Ik heb botvezels zeker. En meestal merk ik wel als ik op het asfalt ren dat het dan erger wordt. Dus ik ga even kijken of ik loop of hardloop even er naartoe. Ik hoop niet dat het hard gaat regenen. Ik vind het een beetje niet heel erg, maar ik hoop het gewoon niet te hard. En dan hoop ik even die oefeningen te kunnen doen. En dan... heb ik mijn sport weer gehad voor vandaag. En dan kan ik dit keer wel koken. Uiteraard kan ik ook, want koffie is hier op tijd weg. Dus dat is ook wel even lekker. Kan ik dus koken. En
gewoon chillen. Ja, dit is heel bijzonder. Dus ik heb lekker een vrije avond. Wel jammer dat het niet doorgaat natuurlijk, maar het is wel lekker, want ik ben dan, moet ik om 5 uur, nee, het is 5:30 weg of zo. Ja, 5:30 weg. En dan word ik normaal gesproken op 5:45 opgehaald. En dan heb ik om 7 uur training tot 9. En dan voordat ik thuis ben, is het 10:30. Dus voor ik in mijn licht is tegen 11. Het is best wel. Maar na werk moet ik meteen eten, weg, hockey. Dus kom ik thuis en slapen. Dus ik vind het heel erg dat ik nu even een avondje rustig ga kunnen doen. Dus ja, een hele lange uitleg. Terwijl het allemaal hetzelfde is. Maar. Zo, ik zie er niet uit met hele wijd. Maar ik heb mijn training gedaan. Ik was hier op dit veld. Dat was het Marymount, de crossveld en voetbalveld van Marymount University. Zo. En dat zit dus vlakbij hun huis. En ze waren klaar met trainen, het lacrosse team. Dus toen ben ik daar op gaan trainen. Gewoon gaan rennen, renoefeningen. En nu ben ik klaar, ik ben echt dood. Nu ga ik zo naar huis. Want het is best wel koud. Het regent, ik zie het. Kijk, het regent. En het waait. Dus ik heb het nu nog warm, maar ik ga denk ik wel zo afkoelen door de kou. Dus ik ga nu zo naar huis. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en ik ben al klaar om naar werk te gaan. Ik heb weer een kantoordag en heel veel meetings vandaag. Volgens mij echt de hele dag tot hier of van 9 tot echt 2:30 volgens mij. Dus dat wordt leuk. Ik hoop dat ik nog wel wat werk te doen. Het werk zeg maar af kan krijgen. Wat ik gewoon met de to-do-lijstje staan wat ik vandaag wil doen. En ja. Verder nog niet echt bijzondere plannen. Gisteren gewoon lekker gechilled. Geen hockey, dus eerst buiten zelf gesport en daarna gechilled. En nu dus lekker naar kantoor. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik loop nu naar kantoor. Nu ben ik al bijna. En het is zo grappig hier, want ik zat net in de metro en weer vroeg een vrouw van hey, voor welk team speel je, voor welke unie? Dus het hoog hoge ket en die vrouw had echt een super goede baan. Op de heel werkte ze, zeg maar, dat politieke centrum hier. En nee, ik vind het gewoon cool of zo dat al die mensen hier in DC hebben allemaal van die mega interessante banen. En je weet dus, ze zei ook via dat ze tegen haar dochter ooit adviseerde van ja, je moet gewoon altijd met mensen praten als je in de metro zit, want je weet nooit wie ernaast zit. En dat is hier echt zo van, omdat, ja, zeker, ik ken niet al die politieke mensen, zeg maar, bekende mensen natuurlijk, al die stellers, maar je kunt er zeg maar zomaar naast je zitten in de metro. En het is best wel gek om te bedenken dat alles hier in DC draait om de politiek en dat merk je echt in alles. Dus dat is wel echt grappig om mee te maken. En ik heb geleerd dat je nooit moet doorvragen als ze zeggen ik werk op de heel, moet je nooit doorvragen wat doe je nou precies dan. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik weet niet precies wat ze doet. Maar nee, wat is grappig hoe dat hier werkt, zeg maar. Dat, zeg maar, het is een beetje, ze zeggen altijd dus het saaie LA, zeg maar. Omdat hier alle mensen, de meest bekende mensen en alle politieke mensen. Maar alsnog zijn ze bekend. Dus daarom wordt het een beetje het saaie LA genoemd. Goedenavond, ik zit in de metro, terug naar huis. We zaten een wedstrijd op eerste tegen George Washington University, Virginia. Daar is het wedstrijd van het seizoen weer. We gaan het zien hoe het gaat worden. Ik heb er wel vertrouwen in. Als we het bespeeld hebben, best wel prima. Ik denk als we dat voortzetten in de wedstrijd, dat we wel kansen te maken. Ik weet niet hoe zij spelen. Ik heb het niet George Washington gespeeld, maar ik denk wel. Thank you.
alle directe verantwoordelijkheid op mij wordt gelegd. Maar ik wil natuurlijk niet dat mijn twee collega's alles moeten doen. Dat vind ik zo niet. Dus ik probeer wel gewoon blijven aan te bieden van geef mij alsjeblieft dingen als je dingen wil geven. Want als ik dingen voor je kan doen, dan wil ik het. En dat is ook heel erg bij de bedrijven. Iedereen waardeert elkaar en mij ook, waardoor ik ook gewoon keihard wil werken en het ook veel minder erg vind ofzo als zij dingen aan mij vragen, zeg maar. Als ik iets kleins word gevraagd, dan doe ik dat ook direct, omdat iedereen ook voor mij zo klaar staat, zeg maar. Dus het werkt gewoon twee kanten goed op. En als je echt als een soort stagiair wordt behandeld, ook een kutklusje, dan ben je veel minder minder bereid om als een keer iets krijgt en kut voor mij komt, zeg maar, of wat minder leuk is, wat dan ook, dan denk ik, en weer dat, weet je, zo. En nu is het gewoon prima, doe het even snel voor je, weet je, zo. Dus dat is echt tof. En ik ben ook echt heilig van overtuigd dat de manier hoe zij mij behandelen ook gewoon het beste werkt. Want je ziet gewoon, niet alleen mij, maar ook gewoon naar de rest, dus je ziet gewoon, doordat iedereen elkaar met respect en behandelt en elkaar waardeert en elkaar beter wil maken, dat het gewoon twee kanten werkt. Dat de ander dat ook, degene wil dat voor jou, maar jij wilt ook voor de ander dat, zeg maar. Dus dat werkt gewoon heel goed. Dus ja, ik denk wel dat dat een van de krachten is bij bedrijven. Weet je, dan vraagt iemand van, hey, hoe moet dit, iets kleins? Dan denk ik, oké, ik ga meteen voor je kijken en we gaan meteen fixen voor je. En ja. Dat. En ook, zeg maar, dan krijg je ook de waardering, zoals ik kreeg net, nu net, ik kreeg in mijn mail, kreeg dan ook een goed mailtje dat ik teruggehaald met een bedankt van thanks als je dit nog even voor mij wilt doen. Weet je, dus dat voelt het ook niet, ja, prima, zo'n klein ding. Ja, het is voor mij iets heel kleins, maar ik krijg daar gewoon wel de volledige waardering voor terug. Ik leg misschien niet helemaal goed in deze omslag eruit, maar, en dat is niet alleen bij mij hoor, dat waardeert elkaar, waardoor het twee kanten werkt. En ik denk dat dat gewoon heel goed werkt. Dat iedereen alles voor elkaar over heeft. Dus dat is heel fijn. Ik ben op de helft van de stage al. Ik ga het echt super missen, denk ik. Dus, ja. Ik ben nu de vlog dat ik zie dat ik helemaal niet heb afgesloten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En tot volgende week.